Eerder dit jaar eindigde de wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV nog verrassend in 1-1. En het eerste kansje is ook vandaag voor de thuisploeg met deze kopbal van Pleun Rijmakers. Oud-speelster van PSV. ADO Den Haag heeft een sterke defensie met maar 16 tegentreffers in 14 duels. Daar leunt het vooral op. Maar het kan natuurlijk niet voorkomen dat ook PSV kansen krijgt. Zoals hier bijvoorbeeld via Joelle Smits. Sjaak Polak geeft de aanwijzingen. Wetende dat deze twee ploegen ook 5 juni tegenover elkaar zullen staan in de bekerfinale. En dit is een geweldige treffer van Joelle Smits. Wat een heerlijke volley zeg. Prachtige goal. Esme Burgs met de voorzet. En Joelle Smits denkt niet na en legt die bal perfect achter Barbara Lors uit. 1-0 dus voor de ploeg van Rick de Roy. En dat is ook de ruststand. Na rust komt PSV opnieuw met Esme Burgs. Die houdt het overzicht. En daar is Romé Leuchter die de bal naschiet. PSV natuurlijk maar 1 puntje achter FC Twente. De ploeg waar het vorige week ondanks een voorsprong met 2-1 van verloor. En hier is opnieuw de ploeg uit Eindhoven in de aanval en gaat de bal naast. Via Joelle Smits en nog een verdedigster van ADO Den Haag die daartussen zit. ADO gaat dan wisselen. Sjaak Polak neemt meer aanvallend risico. En hier wordt op de bal gejaagd en de bal wordt heroverd. En voorlangs geschoten door een van die invalsters, Manon van Rij. Ook vrijdag trouwens deze ploeg tegen elkaar in de return op de hertgang. En hier een kans voor Joelle Smits. Het is geen buitenspel. Ze gaat alleen op losheid af. Omspeelt de keeper. Ja, dit is toch een klasse goal hoor, van Joelle Smits. Niet voor niets dat zij volgend seizoen in Duitsland speelt bij Wolfsburg. Want dit doet ze uiterst beheerst. En zo wint PSV uit bij ADO Den Haag met 2-0. Dankzij 2 treffers van Joelle Smits.